Goedenavond. Een groep statenleden heeft vanmiddag een bezoek gebracht aan de Oostvaardersplassen om met eigen ogen te zien hoe het gaat met de hekrunderen daar. Want volgens sommige actievoerders zijn de hekrunderen in de Oostvaardersplassen fel over been. Gaat het erg slecht met de dieren. Maar beheerder Staatsbosbeheer spreekt dat tegen. Nou ja, die statenleden kregen dus vanmiddag de kans om dat met eigen ogen te bekijken in het gebied. Verslaggever Ingrid Kupers is daar. Ingrid, hebben ook veel statenleden gebruik gemaakt van die uitnodiging? Ja, best een aantal van zeven verschillende politieke partijen. Het waren er zo'n 12 als ik het goed geteld heb. En ja, de statenleden zijn dus de Oostvaardersplas ingegaan omdat actievoerders vinden dat er bijgevoerd moet worden. Wout Jansen van 50PLUS, de politieke partij, die dacht, ja, misschien is dat inderdaad wel het geval. Die heeft de gedeputeerde Hofstra opgeroepen, ga bijvoeren. Maar ze zijn dus nu eerst zelf gaan kijken hoe het er aan toe is met die hekrunderen in de Oostvaardersplassen. Dus ja, de vraag aan meneer Jansen, is het een terechte oproep was dat van u? Of ja, moeten de hekrunderen worden bijgevoerd? Nou, toen de tijd met de informatie die ik toen had, was het een terechte oproep. Ik ben nu zelf met Staatsbosbeheer en de gedeputeerden het gebied in gegaan. Zonder enige restrictie. Dus we konden overal naartoe waar we wilden. We zijn zelfs het Korte Bos in geweest om goed te kijken welke schuilplekken er allemaal waren. We hebben eigenlijk ook alle 160, 170 runderen, hekrunderen kunnen zien. En er waren er een paar bij. Nou, daar had wel wat meer vet op de botten mogen zitten, zeg maar. Maar over het algemeen zagen ze er redelijk goed uit. Dus niet bijvoeren? Nou, bijvoeren, dat is, daar ga ik niet over. Hè? Dat is de gedeputeerde. Ik heb de gedeputeerde. Maar ja, die had al gezegd dat hij dat niet van plan was, omdat ook Staatsbosbeheer het niet nodig vindt. Dus ja, vindt u dat nu ook? Nou, kijk, het gaat erom, ik ben ervan overtuigd dat ze voldoende tevreden hebben als de informatie die ik heb gekregen van Staatsbosbeheer, want ik ging ervan uit dat het alleen maar om 10 centimeter gras had die ze nodig hadden, om die te kunnen grazen. Dat er nu vele kruiden ook staan die ze ook vreten. Dat wist ik dus niet. Als dat zo is, dan moet ik eerst verifiëren. Dan ga ik in mijn fractie bespreken of wij nog wel voor het bijvoeren zijn. En mijn mening is nu, gelet op de situatie zoals ik die gezien heb, dat het eigenlijk niet nodig zou zijn. En er staan ook actievoerders hier bij het hek van de Oostvaardersplassen. Die willen graag dat er bijgevoerd gaat worden. Wat gaat u tegen ze zeggen? Nou, die ga ik proberen te overtuigen. Ik heb ook gezien dat die actievoerders waar ze illegaal bijgevoerd hebben, met hooi. Nou, ik heb gezien, ik heb er ook foto's van gemaakt, dat hooi ligt er nog gewoon. Dat houdt dus in dat die dieren daar geen interesse meer hebben. En dat ze dus anders vreten tot zich hebben genomen. Dus ik zal ze dat gaan afraden. Daar ga ik ze in ieder geval van proberen te overtuigen. Ja, of dat lukt is natuurlijk altijd maar de vraag. Maar in ieder geval de conclusie van de statenleden voor zover. Ze moeten nog even wat extra informatie vragen. Maar ja, ze zijn vanmiddag 3 uur lang met hun eigen ogen hebben ze al die hekrunderen kunnen zien. Is toch bijvoeren is niet nodig. Goed, duidelijk. Dat was Ingrid Kupers in gesprek met Wout Jansen van de 50PLUS-partij. Dankjewel, Ingrid.